Goedemiddag, welkom in het Museum voor Communicatie. Het Museum voor Communicatie is een heel leuk museum waar jongeren, ouderen en kleine kinderen ontdekken wat communicatie is en hoe dat hun leven beïnvloedt. Het Rijk van Heen en Weer is onze nieuwe kindertentoonstelling. En in die kindertentoonstelling gaat de bezoeker op reis en maakt een reis door 6 verschillende landen. En in elk van de landen leert hij en ervaart hij iets over de factoren die van invloed zijn op communicatie. We hebben aan Hulskamp de opdracht gegeven om de hardware in onze nieuwe kindertentoonstelling te verzorgen. Daarbij moest de hardware hufteproef zijn, dus het was een uitdaging. Nou, opmerkelijk aan dit project is dat het allemaal heel bijzonder is. We werken in een decor en niks wordt standaard opgehangen. Alles wordt ingebouwd, alles is custom-made. En dat betekent dat je van tevoren ook heel goed moet weten hoe het eruit gaat zien. En overleggen met de decorbouw hoe we zaken gaan aanpakken. Hulskamp is een kwalitatief goede partij, dat is natuurlijk een vereiste. Bleek ook dat ze wilden meedenken. Het is in zo'n tentoonstelling wat anders dan recht toe, recht aan techniek. Heel veel techniek, dat zie je ook hier in de koets, is verwerkt in bouw, in opstellingen. Er zijn ook altijd heel veel nieuwe ideeën, zoals zo'n kaartje, een RFID-reader die daarvoor nodig is. Nou, al dat soort dingen. En daar hebben we echt mensen voor nodig die meedenken en dat is ook heel goed gebeurd. En wat ik als tentoonstellingmaker heel leuk vind om te zien is dat kinderen ook echt de interactives, zoals we de spelletjes noemen, die in de tentoonstelling verstopt zitten, ja, echt passioneel doen en ook op de manier zoals wij het uitgedacht hebben. Dus ja, het is een zeer geslaagd project, denk ik. Het tijdsbestek tussen het krijgen van de opdracht en het opleveren was ongeveer 2,5 maand. En in die periode zijn we ongeveer 7 weken echt aan het bouwen geweest op locatie. Het gaat hier om een kindertentoonstelling en hij moet 5 jaar blijft die tentoonstelling lopen. Dus we moeten robuuste spullen gebruiken. Dat betekent dat als we onderdelen uitkiezen, dan zoeken we ook dingen die een stootje kunnen hebben. De leukste exhibit is de raket waar we hier in zitten. Dat is mijn persoonlijke voorkeur.